3-0 verliezen in de Arena, dat is geen schande, maar ik vond jullie vandaag een beetje lafjes. Ja, misschien heeft dat met ons te maken. Misschien heeft dat ook wel met de kwaliteit van de tegenstander te maken. Nou, hoezo zou het met jullie te maken kunnen hebben? Nou ja, wat je zegt, misschien toch wat onder de indruk. Helemaal de eerste 10 minuten, denk ik. Ja, daarna heb je wel het gevoel dat je er ietsjes beter in komt. Alleen, wat ik zeg, aan de bal merk je gewoon dat dit gewoon 2, 3, 4 niveaus hoger is. En dat je gewoon een stuk minder tijd krijgt. Want ik denk dat je in de keukenkampioen divisie wel heel aardig voetballen. En ik denk dat dat er vandaag niet uit is gekomen. Ja, wat vond je van het niveau van Ajax? Vrij aardig. Ja, ja nee, dat weet je vooraf. En dan heb je inderdaad nog misschien de hoop dat ze met een ander elftal spelen, dat die nog heel erg aan elkaar moeten wennen. Maar deze jongens kunnen ook allemaal fantastisch voetballen en dat merk je wel. Voor jou was het misschien ook een extra speciale wedstrijd, omdat jouw vader in dienst is bij Ajax. Dat klopt, toch? Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Tuurlijk is dat wel ietsje speciaal, maar ja, als je in het veld staat, dan ga je voetballen. En van tevoren nog wat leuke appjes heen en weer. En dat is wel speciaal, maar uiteindelijk blijft het een wedstrijd. Want om het nog even toe te lichten, jouw vader is scout bij Ajax. Hoe gaat dat dan voor de wedstrijd binnen de familie Veldmaat? Ja, wat ik zeg, bellen, appjes. Alleen hij was ook 10 dagen in het buitenland. Hij is gisteren teruggekomen, dus zoveel heb ik hem ook weer niet gesproken. En hij laat mij daarin ook wel redelijk met rust. Want wat ik zeg, het blijft gewoon een normale wedstrijd. Waarin wij hoopten een kansje te maken, maar zat er niet in. Was hij in het buitenland op zoek naar de nieuwe Suárez? Want ja, daar staat je vader bekend om, omdat hij Suárez heeft gescout bij Groningen. Hij was op zoek inderdaad, maar dit elftal en de jongens die op de bank zaten, die kunnen ook wel heel aardig spelen. Dus misschien is het nu nog niet nodig. Tot slot, jullie doen het heel aardig in de keukenkampioendivisie. Ik sprak jou onder andere en de trainer voor dit seizoen. Toen zeiden jullie, ja, we gaan voor promotie-degradatievoetbal. Jullie staan bovenaan. Zijn de doelstellingen bijgewerkt? Nee. Je moet niet in één keer je hele doelstelling aanpassen na. Dat zijn we 11 wedstrijden onderweg, 10 wedstrijden onderweg. Je moet gewoon realistisch blijven. En dat vind ik ook wat mooi aan dit team en aan deze staf. Dat we gewoon elke dag aan het werk zijn, ongeacht hoe we eigenlijk hebben gespeeld. En dan zie je dat dit kan gebeuren in onze eigen competitie. En daar gaan we gewoon mee door.